Ja, ik ben wel een beetje een Modric, denk ik, ja. Ja. Zoals jullie weten gaan we weer een nieuwe wedstrijd spelen. En we hebben iets. We hebben heel leuk nieuws. Echt fantastisch nieuws. Want er is weer een transfer gemaakt. Ik ben helemaal naar het zuiden gereden. Kijk eens even, prachtig hier. Hartstikke mooi weer is het hier ook. Hele mooie haven. Lijkt wel de jet set. Dus ja, dat moet ook wel een hele bijzondere YouTuber zijn. En ik kan jullie verklappen, het is een bijzondere YouTuber. Want de nieuwe speler voor Creators FC is niemand minder dan Dylan Hagens. Hey mensen, hallo. Hoe cool is dit? Ja, ik vind het persoonlijk echt super vet. Ik ben echt heel blij. Ja, jawel, ik kan alleen niet voetballen, maar... Dat knippen we eruit. Nee. Hey, maar we hebben even contact gehad en je had zelf een beetje Modric. Ja, ik ben wel een beetje een Modric, denk ik, ja. Ja. Beetje aanvallende middenvelder, beetje afgeven. Ik denk dat schoten niet echt per se mijn beste ding zijn. Dus, nee, precies. Moet niet te veel weggeven, want de tegenstander kijkt ook. Oh ja, ik ben verdediger, slash keeper. Precies. Hey, ik heb hier je shirt meegenomen. Oh. Je echte shirt. Alsjeblieft, pak een beet, kijk eens even. Ja, ja, daar is die hoor. Nummertje 8 heeft even een verhaal. Okay. We gaan spelen voor War Child. En de toegangsprijs voor mijn wedstrijd is 8 euro. Okay. En met 8 euro help je één kind in oorlogsgebied een maand lang. Dus ik dacht, weet je wat? Ik geef jou nummer 8, symbolisch. En als je dan ook nog 8 goals maakt, ja. Dan winnen we zeker. Dat kan ik niet beloven, maar ik vind het wel een heel mooi symbool. Zeker weten, ja, top man. Echt, hey, wil je Dylan zien? Check even het linkje, dan kun je de kaartjes kopen. Hou social media in de gaten van Creators FC en natuurlijk van Dylan zelf ook. En dan zien we jullie volgende week, woensdag 28 juni, RKC Stadion, 7 uur. Ik zeg, tot dan! Later! Later!